Voor een optimale sfeer in huis is raamdecoratie belangrijk. Naast sfeer geeft het ook privacy. Pauline bezoekt een woning waar verschillende soorten raamdecoratie zijn toegepast. Jullie hebben houten jaloezieën in jullie collectie en ook houten shutters. En nu hebben we weer een heel mooi natuurproduct. Wat is dit? Het is een bamboemateriaal wat geweven is aan elkaar. En het is in een heel mooi kleurenpalet te krijgen. Zoals je hier ziet, allemaal lichte tinten. Wat overgaat naar pasteltinten. En zoals je daar ziet, de mooie grijstinten. En wat is de maximale breedte daarvan dan? Dit product wordt ook op maat gemaakt. En de maximale breedte is 2,40 meter en kamerhoog. Nou ja, een legio aan kleuren. Dus daar is altijd wel uit te komen. En ik zie verschillende structuren. Deze is wat verfijnder en deze is weer wat grover. Ja, we hebben de hele dunne weving en de wat grovere weving. Beide hebben een heel transparant karakter. Ten opzichte van een houten jaloezie bijvoorbeeld kun je heel goed je daglicht reguleren. En een stukje privacy heb je daardoor ook door. Nou, bij dit product is het eigenlijk een heel transparant karakter. Ja, in deze villa hebben we bijna alles gebruikt. Dus er is een ruimte waar we de verfijnde hebben toegepast. En hier in de keuken hebben we de wat grovere structuur toegepast. En vanwege die transparantie is het heel mooi om te combineren met gordijnen. Ja, dat klopt. In de woonkamer hebben we 3 producten toegepast. En dat is ook erg mooi geworden.